Als je het hebt over ruimteverwarming en tapwater, dan heb je het over relatief lage temperaturen. En dan is de belangrijkste slag die we moeten maken, is dat het zonde is om daar gas voor te verstoken. En dat we uiteindelijk naar energiebesparing en inzet van restwarmte toe gaan. En ja, we hebben alles nodig. We hebben warmtenetten nodig, we hebben energiebesparing van de gebouwen nodig en we hebben energiebesparing in het gedrag nodig. En daar moeten we de verbanden tussen leggen. Okay. Ja, en met name die verbanden, om die goed te leggen, moeten we met elkaar overleggen op welke wijze we dat gaan doen. En dat is niet alleen intern binnen organisaties de woningbouwcorporatie, maar ook binnen gemeenten, binnen de gemeenteraad en de ondernemingen die ons steunen in het hele warmtenet. Ja, en de besluitvorming en discussie is altijd niet uit de lucht. De hele tijd gaat ontzettend snel. Dat gaat zal voor warmtenet ook zijn. Waar ik wel van overtuigd ben is dat warmtenetten een hele belangrijke infrastructuur worden in Nederland. Voor duurzame energie. Wij geloven als bedrijf ook in de geothermie. Nou, als ik een warmtenet heb, kan ik geothermie makkelijk aansluiten. Als ik geen warmtenet heb, wordt het een lastig verhaal. Dus hoe het eruit ziet, weet ik niet. Maar dat de warmtenet aan zich een belangrijke schakel in de energietransitie gaan worden, daar ben ik van overtuigd.